als je al een website online hebt staan, dan daag ik je uit om eens kritisch naar deze website te gaan kijken. Want in deze woensdag gemakkelijk aflevering gaan we het niet hebben over meer bezoekers. Maar we gaan kijken samen in de psychologie. We duiken in de verkooppsychologie. En in deze woensdag gemakkelijk aflevering ontdek je 5 zeer krachtige beïnvloedingstechnieken. We duiken daar samen op in. Ik leg je uit wat het inhoudt, hoe je het kunt inzetten en hoe je dus uiteindelijk van je bezoekers loyale klanten gaat maken. Kijken we naar het sturen van gedrag, dan zijn we altijd gestuurd op basis van het gedrag wat een ander ons laat zien. En een zeer makkelijk toe te passen beïnvloedingstechniek is dan ook het sturen van ogen. In dit voorbeeld kun je een promocampagne zien van een baby. Die baby die kijkt je recht aan. Dus wat doe je? Je kijkt naar de baby en kijkt de baby ook direct in de ogen. Maar wat gebeurt er wanneer die baby een kwartslag draait? Dan kijk je dus niet meer direct naar de ogen en in de ogen van de baby, maar je volgt de kijkbeweging. Als iemand ergens midden in de stad zo gaat staan, wat doe je dan? Je gaat kijken waar kijkt diegene naartoe en waar wijst diegene naartoe. Wil jij een bepaald element uitlichten op je website, gebruik dan witregels. En als je afbeelding gebruikt, zorg dan dat je nadenkt over de kijkrichting van diegene die op de foto staat. Kijk. Wil je een element naar rechts hebben, zorg dan dat op de foto de ogen eigenlijk met een lijntje direct naar de call to action, dus die ene koopknop of de belangrijkste tekst gericht worden. Een ander makkelijk toe te passen techniek is het halo-effect. Het halo-effect is eigenlijk hetgeen dat je autoriteit of vriendelijkheid of passie krijgt vanaf een ander persoon. Wie is de autoriteit in jouw branche? Kun jij daarmee samen op de foto of mocht dat niet eens lukken, plaats eens een foto van diegene op de website en plaats jezelf ernaast. En vanuit de psychologie krijg je dus automatisch hetgeen wat degene met die persoon heeft. Dus dat kan zijn aanzien, een stukje vriendelijkheid, compassie. Dat wordt automatisch overgedragen naar jou als persoon. Dus is er een bepaalde autoriteit in jouw branche die echt als aanzien krijgt vanwege zijn kennis of ervaring of wat dan ook, gebruik die persoon dan ook en het liefste in een gezamenlijke foto met jou. Andere sterke techniek die je vrij gemakkelijk kunt gaan toepassen is de kracht van de vrije wil. Men wil als hij iets koopt, hoewel 89% gemiddeld ongeveer van al onze keuzes bepaald worden op basis van emotie. Kun je en wil je als klant het gevoel hebben dat je een logische keuze hebt gemaakt. Die logische keuze kun je extra sturen. Je geeft de klant het idee dat hij een hele goede overwogen keuze heeft gemaakt. Maar eigenlijk haal je een klein beïnvloedingstechniekje uit. En een verkooptrucje. Hoe werkt dat dan? Je geeft mensen 2 keuzes. Stel je verkoopt een boormachine. Die boormachine kost €195. Dan kun je alleen die boormachine tonen. Maar hoe zou je het pakket nog extra kunnen aanvullen? Daar zou je ook een pakket naast kunnen doen met alle boordjes en plugjes en schroefjes. Plus een superhandige gereedschapskist voor €295. Nou, 3 keer raden wat een consument dan uiteindelijk gaat kiezen. Waarom zou je alleen de boormachine voor €195 kopen als je voor slechts €100 het complete pakket erbij krijgt? Dit werkt ook als je in de trainingen zit. Stel dat je verkoopt een training. Zorg dan dat je een extra pakket maakt. Eventueel met de opgenomen training, extra cursusmateriaal, extra coachcall, wat dan ook. Maak het traject iets duurder en je zult zien dat je eigenlijk mensen naar de tweede perfecte keuze stuurt. Een andere techniek die ik je sowieso aanraad tijdens je gesprekken, maar ook zeker op je verkooppagina's, is door specifiek te zijn. Zorg dat als je bepaalde elementen in je product verwerkt, bepaalde diensten, bepaalde aspecten, methodes, zorg dan dat je dat specifiek op jouw pagina benoemt. Heb het niet zomaar over je metallic lak op de auto, maar met de 284 metaaldeeltjes heb jij de perfecte metaallook. Dus zorg dat je specifiek benoemt wat je concurrent niet benoemt. Ook al biedt je concurrent precies hetzelfde, door het benoemen van bepaalde specificaties maak jij in één klap het onderscheid en trigger je ook dat brein van jouw klant. Een andere zeer krachtige manier. Ik weet niet of je kleine kinderen hebt. Ik heb een neefje en een nichtje. En die zitten nu in de waarom-fase. En die waarom-fase, hoewel we dat als volwassenen niet meer zoveel doen, zit dat eigenlijk nog wel in het brein ingebakken. We willen continu weten waarom dan.
Dat moet je gebruiken ook tijdens je het optimaliseren van je verkooppagina's. Dus denk eens na van oké, waarom moet je dit doen? Omdat. Gebruik dus ook het woord omdat. Als je eerdere afleveringen hebt gezien, dan heb ik al talloze case studies gegeven waarom omdat zo krachtig werkt. Wat het gebeurt met als je het woordje omdat gebruikt, je ontkracht direct het stukje de waarom. Waarom moet ik jou kiezen? Omdat je puntje, puntje, puntje. Nou, dit zijn een paar simpele, maar zeer krachtige beïnvloedingstechnieken. Ik daag je uit, pas toe op je website, deel ook de resultaten onderaan deze video. Heb je vragen, suggesties voor een volgende woensdag gemakkelijk aflevering? Laat het weten en dan zie ik je bij de volgende aflevering.